Welkom bij de Puber Challenge en dit is de eerste van een reeks van 5. En we gaan het nu hebben over inzicht krijgen in je eigen puberteit. Nou, hoe willen we dat dan graag doen? We willen dat je teruggaat naar je eigen puberteit. Hoe was je zelf als puber? Wat zijn je leuke en wat minder leuke herinneringen? Ja. Wat vond je belangrijk? Vond je nou school heel belangrijk? Goede cijfers halen? Huiswerk maken? Of vond je het te belangrijk om rond te hangen met je vrienden? Meestal vinden ze dat belangrijk, maar dat geldt niet voor iedereen. Had je veel vrienden? Was je bij een bepaalde groep? Ook belangrijk is, hoe was je rol in het gezin? Ben je de oudste en dan moest je veel verantwoordelijkheid dragen? Of juist de jongste? Maar een leuke uitdaging en ga echt eens kijken van, nou, wat hield mij nou bezig? En bespreek dat met je puber.